Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Ik ben net wakker en dat is volgens mij ook wel te zien en te horen. Ik ga zo weer, want zus gaat vandaag een keer mee naar Zoe. En we gaan vandaag springen. Dus het leek me wel leuk om dat te filmen. Want we hebben al even niet meer gedaan. Ik weet niet of we hoog gaan springen. Hangt er even vanaf hoe het gaat. Maar Casper gaat mee om te filmen. Dus ja, die beelden gaan jullie zo zien. Oh ja. Zie je dat? Het is iets stiller hoor, dit spel. En dan moet je juist die elleboog hier houden, tegelijk. Dat maakt niet uit, dat loopt gewoon niet meer. Zo ja, goed zo. En dan gelijk weer die elleboog weer tegen je lijf. Eigen tempo ook. Let op die stelling. Zie je hoe goed je gaat kijken, hè? Goed zo, Nienke. Goed zo. Hier gelijk al een uur, weet je al wat je gaat doen. Nou ja, die loopt goed.
Ik heb wel iets voor je als je wil, maar stelling rijden. Gewoon trekken, binnenbeen erin. Juist. Kom maar. Ik geef je even die zweep. Ik ga even een test op, oké? Achterlopen. Als je naar voren kijkt, zo, dan gewoon achterlopen. Ja, schouders naar achter. Even op het hoofd zitten. Tik op de schouder, hè? Je voelt. Juist. Maar niet uit. Nee. Even tikken op mijn kont. Op mijn kont. Juist. Daar is het. Rutsen. Oké? Okay? Ja. Maar niet de teugels. Dat is nee. Die moet. Ze voelt alles wat zij voelt, hè? Dat zie je. Goed zo. Achterover zitten. Hou vast. Hou vast. Thank you.
Nee, daarom zit aan. Laat ik jou het ook doen. Hup. Ik heb daar met Sophie gesprongen. Het ging in het begin niet even soepel, maar uiteindelijk ging het wel goed. Dus dat is hopelijk wel iets wat we vaak kunnen gaan oefenen. En we zijn nu even een stukje richting de duinen gaan lopen. En Sis zit er nu op. Dan mag die dan mooi proberen, dan hoef ik het niet te doen. Dus misschien dat ik volgende week ook binnenkort een keer ook ga proberen. Alleen uitstappen of zo, of zien we dan wel. En Casper die was beledigd omdat ik niet even iets zei over mijn geweldige cameraman. Casper heeft vandaag gefilmd, terwijl Sis mij gewoon verder kon begeleiden. Dus ja, die wilde ik even in beeld. Ik heb Zoe gestolen. Oké, we brengen Zoe weer terug. Linke die is braaf aan het opruimen. Even kijken. Kan je niet zien, maar... Even kijken. Linke die is... Waarom zit ze ook... Oh, waarom die dingen er ook wat voor? Hé, hey, daar zijn je vriendinnetjes. Ja. En Nienke die is daar zo aan het opruimen. Dan zit ik zo weer even terug. Nienke moet wel goed poetsen, Zoe. Lekker Nienke laten poetsen, dat zou ik ook doen. Lekker laten poetsen. Oh, wat zie jij er goed uit? Jij ziet er goed uit. Oh, je wordt schimmel. Lekker, Zoe. Oh, wat goed van je. Wel Nienke laten werken, hè? Even kijken van wat de hel weer mee zit. Wel de andere kant ook nog, hè, Zoe? Van mij altijd. Weet zo, Zoe. Dat is braaf. Ja. Ik moet daar wel een foto van maken. Goed zo. Ja. Nou ben je ja, een palomino denk ik dat het is. Nee, nog iets verder wachten. Zoe, kom eens hier. Kom eens hier. Oh, wat zie je er lekker uit. Oh, ziet er echt... Oh, wat ziet er goed uit. Ja. Ja, dit ziet er goed uit. Leuk voor Instagram. Ja. You did great. I love you. Doei. Ik ben inmiddels al even thuis van het springen met Zoe. Ik heb de beelden ook al bewerkt, want ik was gewoon heel benieuwd om het te zien. Wat ik nu even bij wilde zeggen. Zoe en ik hebben echt de afgelopen half jaar hebben en denk één twee keer gesprongen. En toen ging het niet echt super goed. Dus daarom wilde ik het nu ook echt een keer doen als Sis erbij was. Want dan kon Sis me daar gewoon mee helpen. En daar heb ik echt wel weer een aantal nuttige tips van gehad. Ik weet niet of ik het echt zo snel alleen ga doen. Maar ja, Zoe vindt het heel leuk en ik vind het ook leuk. Dus ja, het is wel bedoeling om het vaker te doen. Maar ja, zoals ik al zei, we doen het niet heel vaak. Vorig jaar of twee jaar geleden. Ik denk ondertussen al twee jaar geleden of een jaar geleden. Ja, ik denk vorig jaar. Toen hebben we wel een tijdje het springen echt best wel actief opgepakt. Maar ja, daarna hebben we het weer een hele tijd niet gedaan. Dus ja. Ik weet zeker dat er nog een hele hoop aan kan verbeteren. Ik weet dat mijn houding boven de sprong echt nog verre van goed is. Het wordt er wel beter, maar ik wil ook zeker nog springles gaan nemen met Zoe. Dus ja, ik denk dat het aantal keren dat ik met Zoe gesprongen heb misschien wel op twee handen te tellen is. En dat is dan over twee jaar. Dus ja, er is ongetwijfeld een hoop te verbeteren en daar gaan we ook zeker mee aan de slag. Ja, nog even over... een paar momenten. Ze was niet altijd even makkelijk vandaag. En ik vind het belangrijk om dat soort dingen er ook gewoon in te doen. Weet je, ik wil niet doen alsof het wel altijd perfect gaat, want het gaat gewoon niet altijd perfect. Op een gegeven moment, sowieso de hoek waar ze nu zo liep te clearen, die vindt ze eigenlijk altijd al wel spannend. Het is altijd wel moeilijk om haar daar doorheen te krijgen. Maar nu was naast ons een golfbaan. En nu was er achter ons iemand met de grasmaaier bezig. En om de een of andere reden vond ze dat echt heel spannend. Dus daar reageerde ze op, zeg maar.
Ja, het staat niet allemaal beeld, maar ik heb echt wel een aantal keer geprobeerd om haar er normaal langs te rijden. En dat ze iets eng vindt, prima. Maar zoals ze nu deed, dat was gewoon echt, dat kun je niet accepteren met allemaal stijgeren en zo. Dus toen ben ik wel gewoon een keer flink boos geworden. En toen was het ook klaar. Dus ja, normaal gesproken, ik weet niet hoeveel je het op beeld ziet, maar je ziet me sowieso een paar keer een tik geven. Ik ga normaal gesproken nooit met zeep op Zoe. Ik ben ook speciaal nog een zweep gaan halen. Omdat ik niet in mijn auto had liggen, want die heb ik nog nooit gebruikt op deze stal. Maar ja, op zulke momenten is het gewoon nodig. En dan weten we ook dat als je er even een tik geeft, dan snapt ze eruit, zeg maar. Dan blijft ze daar in die mindset hangen of zo. En dan wil ze alleen maar achteruit en opzij en omhoog. En als je dan even met de tik haar eruit krijgt, dan is het klaar, zeg maar. Dus dan geef ik haar liever gewoon even een tikje dan dat we maar gewoon door blijven vechten. En zo, ja, zoals ik al zei, normaal gesproken krijg ik nooit met zweep. Maar ja, met springen is het dus wel handig. In het begin ging het dus niet zo soepel. Maar ja, ze werd wel echt steeds fijner. Wat bij mij en sowieso het probleem is dat ik haar gewoon niet onder controle kan houden als we springen. En daarom vind ik het ook eng om het alleen te doen. Maar dat ging nu al wel een stuk beter. Je ziet wel dat ze vlak voor de sprong trekt ze echt nog hard aan. Ja, dat moet wel nog beter worden. Maar ja, het was al niet verkeerd zoals het nu ging. Ik hoop dat je deze video leuk vond om te zien. Als het zo was, vind ik het een duimpje omhoog te geven en je op mijn kanaal te abonneren. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei!